Daan die komt zo en ze wou me spreken. Ik ben benieuwd wat ze wil bespreken. Ik ben een beetje zenuwachtig, want ik heb geen idee. Nou, hoi Tess. Hoi Daan. Ik heb mijn spullen meegenomen. We gaan een flink woordje spreken vandaag. Nee hoor, het komt helemaal goed vandaag. In 2021 wil ik mezelf meer richten op het coachen en begeleiden van de leerlingen. Daardoor heb ik iedereen een formulier opgestuurd waarin zij kunnen aangeven wat hun wensen en doelen zijn. En hun huidige niveau, zodat we weten waar we nu staan en waar we naartoe willen werken. En dat we daar een plan omheen kunnen gaan bouwen. Tessa is natuurlijk ook een hele goede leerling van mij. Dus die heeft ook het formulier gekregen. En die gaan we vandaag eventjes bespreken. Ja. Tessa, haar huidige niveau is nu B plus 4 winstpunten. En we zijn een keer op oefenspringen geweest. Ja. En haar doelen voor 2021 en haar wensen zijn springen in de B en in de dressuur in het L2 komen voor 2021. En zij heeft ook aangegeven wat haar ambities zijn voor de komende 5 jaar. En ze hoopt Blondie gestart te hebben of te kunnen starten in het Z2 en het Z springen. Ik vind dat je hele goede doelen hebt gesteld. Ik vind dat je al hartstikke lekker op weg bent. En ik hoop dat de wedstrijd natuurlijk binnenkort weer aan de gang kunnen. En dat misschien van de zomer wel de kampioenschappen en het NK doorgaat. Dat zou heel gaaf zijn. Als we zo doorgaan in de lijn waar we nu mee bezig zijn, hoop ik en denk ik dat we wel kunnen strijden om B en K te kunnen gaan rijden. Dat is wel heel gaaf. Daar zou ik wel heel graag met jou naartoe willen gaan rijden. Het coolste zou ik zeg maar vinden, maar dan moet alles natuurlijk wel goed lopen en daar ga ik je in helpen en begeleiden. Dat we misschien van de zomer B-kampioenschappen kunnen gaan rijden. En dan van de winter L1 kampioenschap kunnen gaan rijden. Want ik denk als je, net als de laatste wedstrijd, hoe goed dat ging. Als je dat vol kunt houden. En natuurlijk hebben we altijd goede wedstrijden en minder goede wedstrijden. Maar dat we daar naartoe kunnen rijden. Dat we het B helemaal kunnen perfectioneren. En dat je eigenlijk van de zomer die B met 2 vingers in je neus kan rijden. Ja. Met 4 winstpunten. En dat je daar gewoon kansmakend bent voor misschien wel een NK. Waar we nu druk mee bezig zijn, is steeds weer qua training een stapje hoger te gaan. En dan merken we, en dat is niet alleen met jou en Blondie, maar dat is eigenlijk met elk paard en elke leerling in de training. Als het goed gaat en we gaan het volgende taartpunt aansnijden, dat het altijd moeilijk wordt. Omdat er een hulp bij komt en omdat het paard daar natuurlijk in zijn lichaam, wordt er meer van hem verwacht of iets anders. Dat gaat natuurlijk spierpijn opleveren. Dus dan gaat het paard altijd eerst in zijn lichaam ietsje compenseren, omdat hij niet helemaal begrijpt wat er moet gebeuren. En dan moeten we daar natuurlijk weer in de training het zo zien te krijgen dat we het volgende stapje weer krijgen. Dus als je een volgende stap wil maken, ga je er altijd eerst even eentje achteruit. Omdat je het dan eerst weer even moet fine-tunen en elkaar er weer even in moet vinden. En dan zal je zien dat je daarna eigenlijk weer beter was als voorheen. Dat heb je ook vaak als je een klasse hoger gaat rijden. Als je dan weer de volgende klasse gaat oefenen, dan wordt het eerst even moeilijk. En als je dat dan weer voor elkaar hebt, dan ben je eigenlijk weer beter als voorheen. Zo is dat eigenlijk altijd in de hele training. Ik rijd Blondie natuurlijk altijd op de maandag. Ja. Ik denk dat dat hartstikke fijn is. Dat ik haar ook zelf kan voeden, dat ik jou daar weer beter bij kan helpen. Op de dinsdag heeft ze altijd een vrije dag. Ja. Zo staat ze los en in de molen, doe je lekker wandelen. En lekker freewheelen met elkaar. Woensdag hebben we altijd de dressuurles. Samen. Donderdag hebben we de springles. Ik denk dat het goed is om vrijdag logeer je altijd. Of dat je misschien af en toe een keertje doet freestylen. Of dat iemand je daar ook een keer bij kan helpen. Want we hebben iemand op stal die heel fijn is voor met de freestyle. Dat toch altijd iemand ook even meekijkt. Want misschien gaan er voor jezelf dingetjes insluipen. Wat misschien net ietsje aangepast moet worden. Dat is natuurlijk met rijden ook altijd hetzelfde. Dus goed is om af en toe iemand mee te laten kijken of het nog allemaal goed gaat. Zaterdag hebben we dan ook altijd weer dressuurles. En dan zondag doe je lekker zelf oefenen, vrij rijden of ga je lekker naar buiten. Ja. Dus het is nu vooral dat we hebben 2 dagen rijden, 1 dagje vrij en dan weer 2 dagen trainen en dan weer 1 dagje vrij. En dan staat ze natuurlijk altijd 's morgens lekker in de molen en los. Met springen gaan we ook hartstikke goed vooruit. Het is ook heel fijn dat je af en toe naar Bianca Schoenmakers toe gaat. Dat jullie ook samen met haar kunnen oefenen en dat we ook in het springen een keer iemand anders hebben die meekijkt. Om te kijken of wij het ook goed doen. Hè? Zodat we allebei daar weer wat van leren. Vaak nadat je les hebt gehad, stuurt Rebecca me altijd filmpjes. Of ik heb nog een keer contact met Bianca zelf. Zodat we goed op 1 lijn zitten. Maar ik heb altijd wel het idee dat ik met Bianca altijd wel aardig op dezelfde golflengte zit. Dus dat we daar heel mooi op elkaar aanvullen. Je hebt natuurlijk ook aangegeven, zeker met Bianca afgesproken, dat je dit jaar B springen gaat starten. Ja.
ja, beginnen dadelijk als alles weer aan de gang gaat. Kunnen we in het BB gaan starten. En dan zo doorstromen naar het B. Dus dat we dit jaar vooral als doel B het springen hebben. Met dressuur denk ik best ook dat we echt kunnen richten. Want ik zei dat we naar het NK zouden kunnen trainen. Met springen zou ik daar nog eventjes mee wachten. Dat jullie daar echt samen comfortabel mee zijn. Dat je niet boven je macht gaat springen. Of gaat springen met een bepaalde druk erop. Hè? Want springend naar kampioenschappen, dan ga je toch denken. Oh, het is al over 4 maanden. En dan over 3 maanden. En over 2 maanden. En dan gaat het misschien een keer niet. En dan komt er te veel spanning op te staan. En ik denk dat je dat gewoon niet zou moeten willen. Ja. Dat je gaat springen met bepaalde druk erop of spanning. Maar dat jullie echt daar samen heel comfortabel in kunnen worden. En dat je gewoon elkaar daar lekker in gaat vinden. En daar samen beter in wordt. En dan een jumping was thuis? Ja, zeker. Die zou ik wel meepakken, denk ik. Ja. En dan gewoon kijken of je dan nog BB rijdt of B start. En dat we dan kijken wat de goede hoogte is. En dat we daar dan naartoe kunnen trainen samen met Bianca. Ja. Nou, tot slot wil ik zeggen dat ik het heel fijn vind om samen met jou en Blondie samen te werken. Het is heel fijn als ik jou les geef dat als je iets niet snapt, dat je dat ook aangeeft. Ik hou daarvan dat we onderweg een beetje kunnen overleggen samen. En als ik het niet in de woorden vertel dat jij het begrijpt, dat je mij dat ook aangeeft. Dat ik het misschien op een andere manier moet uitleggen. Want wat voor mij heel normaal is, hoeft voor jou niet normaal te zijn. Dus daar moet je me ook altijd wel scherp op houden. Dat je niet denkt, nou ja, Daan roept er wat, ik heb geen idee, maar ik doe wel. Ik probeer wel iets. Maar dat je dat meteen aan me aangeeft, dat we daar samen allebei scherp in kunnen blijven. En dat het altijd voor jou begrijpelijk blijft. Ja. En het kan ook wel eens zijn als je zegt, nou hè, ik ben alvast aan het losrijden, het gaat helemaal niet. Stap jij eerst eens op, voel jij eens hoe het voelt en dat we dan daar weer uit verder kunnen. Ja. Ik vind het ook heel fijn dat je, hè, samen met mama ben je heel bewust bezig met wat is het goede voor het paard. Hoe kunnen we zorgen dat hij zich het beste voelt? Wat moeten we voor ze doen? Dus dat zie ik ook, dat jullie daar heel goed op zoek zijn en mee bezig zijn. Wat is het beste voor het paard? Niet alleen wat vind ik zelf leuk, maar wat is ook voor het paard goed? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je oefent zelf heel goed. Je bent steeds bewuster, merk ik, dat je aan het rijden bent. Dat als je door de week rijdt, dat je ook bewust dingen aan het oefenen bent. Dat ik zie dat bij de volgende les dat het beter is geworden. En natuurlijk als we weer in zo'n overstapfase zitten, dan is het even niet makkelijk. Maar dan daarna, ja, dan gaat het eigenlijk weer heel erg goed. En dan hoop ik dat we samen zo het hele jaar kunnen knallen. En hopen dat we natuurlijk NK kunnen rijden. Dat hoop ik ook. Oké, Tess, nu komt het leukste gedeelte. Voor mij, maar ook wel het belangrijkste gedeelte. Ik heb sowieso een pen voor je. Okay. En dan doen we de bladzijden omslaan. Dan heb ik een aantal dingen die je kunt aankruisen. Of je daarvoor open staat. Omdat ik denk dat je dat nodig hebt. En dan beginnen we bij punt 1. Dat is de begeleiding bij wedstrijd als we die op de manege hebben. Wil je die? Ja, nee. Of denk je daar nog even over na? Ja. Moet ik dan nu aankruisen? Zeg maar wat je wil. Ik wil ja. Oké, dan kruisen we die aan. En daarna gaan we naar de begeleiding op wedstrijd buitenaf. Wil je die? Ja, nee. Of denk je er nog even over na? Ja. Oké. Ik denk dat het heel goed is, en dat doe ik zelf ook altijd, dat we de zit en houding goed in de gaten moeten houden. Ja, dat we eens in de zoveel tijd met Roos afspreken om even goed op de houding te letten, dat wij zelf ook op de goede manier op een paard blijven zitten. Ja. Ja, nee, of denk je er nog even over na? Wat houdt die twee personen in? Ja, dat is niet boeiend. Oh, oké. Okay. Ja. Die twee personen is Daan. Oh, zo! Ja. Oh, it's me. Ik zie wedstrijdstress staan. Mag ik dit ja? Ja, al? Die mag. Ja. Ik denk dat het heel goed is om wedstrijdstressbegeleiding te doen. Dat heb ik zelf ook gedaan. En denk ik ook wel, als alles dadelijk weer aan de gang gaat, omdat we er best heel lang uit zijn geweest, dat het goed is om weer even op te frissen. Ja. 3 keer in de week dressuurles van mij. Ja. 1 keer in de week springles van mij, of dan natuurlijk van Bianca. Ja. Durf je mij 1 keer in de week Blondie te laten rijden? Jij altijd. 1 keer in de zoveel tijd dat Felicia even meekijkt met het freestylen. Ik denk er nog over na. Oké. Volgende bladzijde. Oké, dan gaan we nu naar de laatste bladzijde. En dat is ook dat is een nog leukere. Dan gaan we handtekeningen zetten. Ja. Mocht je het er natuurlijk bij eens zijn. En je moeder. Welke dag is het vandaag? Gaan we die niet opschrijven? Het is de zesde, want ik ben morgen natuurlijk ook. Het is 6 februari. En dan ga ik mijn handtekening zetten. Wow!
Jij kan het echt snel. Haha. En dan mag je ook jouw tekening zetten. Oké. Ga je meekijken? Ja, oh, ja, ja, ja. Kijk hoe je het doet. Ja, leuk. En dan mag je dat, dan mag je ook mijn blaadje tekenen. En ik heb jouw blaadje. Dat vind ik spannend. Oh, ik heb het daarop. Nou, dat geeft niet. Oh nee, maar dat vind ik. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Doe ik het nu hierboven. Ook altijd zijn handtekeningen anders. Ja, maar jij doet het in één keer voep en dan, dan hebben we moeders nog nodig. Ja. Alleen Rebecca, misschien kunnen we dan zo'n hand in beeld zo. Yeah. Ja. Oh, dit is ook echt zo'n handtekening zo. Oh. Ja, maar bij de politie, weet je, vaak waar je je handtekening moet zetten. Ja. En toen begon ik vroeger met Rebecca. Duurt lang. Sterretje. Krulletje. Oké. Okay. Nou Tess, dit was mijn heftige gesprek met jou voor vandaag. Viel het mee of viel het tegen? Het viel mee. Ja. Ik denk dat we helemaal opgaan naar een fantastisch 2021.